Opnieuw mogen tijdens de jaarwisseling geen vreugdevuren op Scheveningen en bij Duindorp worden ontstoken. Ook elders in Den Haag zijn vuurstapels niet toegestaan. De gemeente kan voor de vuren geen evenementenvergunning verlenen vanwege de corona-epidemie. Dat schrijft burgemeester Jan van Zanen aan de gemeenteraad. Hij heeft de bouwers deze boodschap dinsdag tijdens een overleg persoonlijk meegedeeld. Een 25-jarige Hagenaar is donderdagochtend veroordeeld tot een celstraf van 3 maanden... omdat hij 21 juni betrokken was bij de uit de hand gelopen demonstratie tegen de coronamaatregelen. Relschoppers zochten toen rond het Malieveld de confrontatie met de politie en de ME. De politierechter sprak van een explosie van geweld, schrijft mediapartner Omroep West. Deze Hagenaar trapte onder meer naar ME'ers en gooide wegafzettingen naar politiebussen.